Ik wil niet meer, ik wil naar huis. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess in HD. Ik ben er weer, Zelda Play 20. In de vorige aflevering zijn wij de Trial of Ordeals begonnen. En na 40 minuten zijn wij bij de ene laatste terechtgekomen. En ik haat deze vijanden. Ik haat alles aan hun. Oh boy. Ah, helaas, dat werkt niet. Laten we proberen. Oh boy. Misschien met pijl en boog. Dat ik achter kan proberen te komen, ze dan neer te schieten met pijl en boog. Tot ondertussen maak ik ze allemaal wakker dat het een heel dom idee is. Oh ja, maakt niet uit. Oh, die is neer. Die gaat neer. Blaas die nou de rest op, dat zal fijn zijn. Ah, wat flame. Oh, spinnentaggen, spinnentaggen! Oh, ik word hier echt helemaal gesurrounded. Nou, dat kost al 3 hartjes. Vergeet niet, ik heb geen health potions meer. Oké, weet je wat? We gaan gewoon er even omheen lopen. Oh boy, dit gaat zo fout. Weer een hartje schade? Hoezo werd ik daar geraakt? Weer een hartje. Oké, weet je wat? Screw it, dit kost veel health. We gaan deze aantrekken. Oké, dat is weer eentje neer. Concentratie. Oh, moet je kijken hoe snel dat mijn geld nou er doorheen gaat. Jullie weten hoe slecht dat ik met deze vijanden ben. Kom op! Zijn er nog 3? Ik ben heel stil omdat ik aan het concentreren ben. ₹700 kwijt, alleen maar door deze kamer. Oké, nou, we hebben in ieder geval de kamer gered. Oh, ₹700, zeg. Ik haat die vijanden. Oké, nou ja. Waar zit die deur? Ik heb volgens mij de muil weggedrukt. Oh, jongens. Ik ben bang dat ik hier mijn eerste game over ga krijgen. Oh ja, wacht even. We moesten hier... Dit was onze cave of ordeals, tot we hier alleen maar terecht mochten komen als wij de tweede class shot zouden hebben. Nou ja, die hebben we. Vooruit. Oké, waar staat ons nou weer te wachten? Dit valt nog wel mee. Oké, geen damage krijgen, geen damage. En natuurlijk neem ik damage van een van die rotbeesten. Dammit! Kom op, slag ze af. Ah, ik moet geen damage meer nemen. Weet je, hoeveel klappen hebben die beesten wel niet nodig? Goed. Dan gaan we jou rammen. Ik ben heel stil nu, ik weet het jongens. Ik weet dat ik heel stil ben. Oh boy. Oké, nou, weer een vloer gehaald. Hoe meer rubies dat we hebben, hoe groter dat de kans op overleven is. Wij hebben we nou weer. Oh. Gelijk al beginnen met pijl- en boogschieters. Oké. Okay.
verdorie, die kon ik niet ontwijken. Ga weg! Daar! Nogmaals bedankt voor die tactiek, die werkt! Oh, nog maar 9 hartjes, dit gaat zo slecht. Nou ja, we hebben 1300 roepies nog, dus ik kan mijn armen nog aantrekken, maar... Oh, er zit daar zo'n spookbeest. En waarschijnlijk 8 van die lizards. Oh, weer geen leuke combinatie. Oh boy. Oké, kijken of we bij dat spookje weg kunnen. Oké, dan maken we ondertussen de hele horde wel wakker, maar dat maakt niet uit. Weg bij dat spookje in ieder geval. Oh, dat spookje dat blijft ons gewoon volgen, zien jullie daar? Oh, dit is zo not fair. Ah. Kom op. Tot we dat spookje er nog eens een keer tussen gegooid hebben. Oh, dat is zo nat. Nee. Stom hopbeest. Jee, je hebt weer een Bosol die hier alleen maar is geplaatst om extra irritant te wezen. Oh, we hebben nog maar 5,5 hartje. Oh, dit ziet er zo slecht uit. Oh, wacht. Oké, we hebben Sparkling. We hebben een live refill en ik ga hem jatten. I don't care if it's cheap. Oké, die hebben we. Goed. Prioriteit nummer 1. We gaan er gelijk op af. We vatten hem. Oh, hij ligt er in het midden. Nee, 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 nee. Kom op, pak hem. Hij is weg. Nee, hij is weg. Hij komt niet meer terug. Nou ja, we kunnen proberen om te kijken of een Black Goo ons health een beetje wil geven. Al betwijfel ik het. Oh, dit doet pijn. Kom op, spinnen. Probeer het maar. Who knows what will happen? Nou ja, we hebben een hartje. Kijk, kunnen we dat nog een keer? Oh, dit is echt slecht. Oké! I'll take it! I'll take it! I'll take it with all pleasure! Maar maakt het niet uit van die kleurdinges gezeur! I'll take this! Oké! Jongens, er is weer kans! Kom! Kom! Oh! Dat hadden we echt even nodig! Oké! Jullie weten... Ja, ik weet wat er bij de volgende kamer staat te wachten namelijk dus... Of wat hier de final van is! Niet weer een combinatie van deze. Ik haat deze combinaties. Oké, weg hier, weg hier, weg hier. Anders worden we weer een ei. Oh! Nee, we gaan gewoon eventjes proberen dichterbij te komen.
kom op. Dat is wel zo gemeen dat. Zo hé. Nou ja, maakt niet uit. We hebben in ieder geval die beesten neer. Nou is jouw beurt. En ik heb weer van die ratten volgens mij om me heen. Joink. Yep, ik loop alweer langzaam. Dit zijn toch van die... Dit zijn echt van die combinaties van... Oh, je wilt dit proberen te halen? Jammer, joh. Gelukkig zijn ze zo lief nog geweest om te zeggen van... We gooien er nog wat manieren in om wat life te krijgen, maar... Damn, dit is pittig. Ga weg. Oh, en dan nog geraakt worden ook. Oh, dat was echt dom van mij. Dat was gewoon dom van mij. Oké, ga open. Ik bedoel, elk hartje is nu belangrijk om te houden. En, oh. Oké, we hebben nou weer. Oké, irritante combinatie komen ze nou weer mee aan. Oké, spam de spinaanval. Gewoon spammen. Was dat dit? Oh, kijk al die monies. Als je eenmaal die spinaanval, als je die eenmaal vast hebt en die goed kan spammen, dan zit je eigenlijk best wel goed. Oké, ik zie een Iron Knuckle. En twee van die hookshot beestjes. Oké, we gaan gewoon eerst proberen. Dat maakt niet uit, ik kon er maar eentje, dus... Oké, eentje is neer. Nou pakken we die andere. Auw. Tuurlijk komt Iron Knuckle even helpen. Raakt hij nou die andere met zijn swing? Ik moet eerst... Hij gaat zo irritant worden anders. Iron Knuckle is een eitje als hij in zijn uppie is, dus... Laat hem maar naar ons komen. Ah, kom op. Ik kon hem nog niet eens raken. Dus hij heeft wel een distance attack en ik niet. Dat is flame. Oké, doe kom op. Kom op. Schiet op. Oké. Iron Knuckle. Oh, kom op. Ik vind dat zo irritant als hij nu eraan blijft lokken. Oké, nu. Oké, dat gaat snel, Pie. Oké, dan gaat hij zijn wapen gooien. Joink, mis. Kom maar, jongen. Op zich is de Iron Knuckle, zoals ik al zei, hij is heel makkelijk op het moment dat je... Je geen zorgen meer hoeft te maken over meerdere vijanden in het veld. Op het moment dat het er maar eentje is, is hij heel makkelijk neer te halen. En dan krijg je er ook maar 1 rupee voor. Lief spel, heel lief. Maar ik weet wat er komen gaat. Is dit de kamer al? Ik zie er 2. Yep, daar is nummertje 3. 3 Iron Knuckles. Dit is de final kamer. Oké, we hebben er eentje al boos gemaakt. Oh boy, dit gaat fout. Goed, we hebben hier dus nou 3 Iron Knuckles bij elkaar. Dit is een probleem. Plus we hebben nog maar 5 hartjes. Dit is een heel groot probleem. Oké, ik ga gewoon... Wacht eventjes, was het niet een idee om... Zo... Dan gewoon er eentje daar tussenin te gooien.
Ja, dat was het idee. Oké, we gaan bowlen. Wow, hoi. Ik wist niet dat jij je arm al kwijt was. Oké, we moeten echt ons arm eraan gaan gooien nu. Nee, niet raken. Oh, oké. Goed. Kom op, raak hem, raak hem, raak hem. Hij is neer, hij is neer, hij is neer. Goed zo. Jongens. Feestje van mij. Auw. Wachten. Gooi het. Nee, het werkt. Je wil wel tot ze hun schild niet op hebben gegooid. Oké, weet je wat? We houden de bom gewoon even wat langer vast. Goed zo. Haha, dat was flame. Oké, weer een raak. Weer een hit. Ik weet dat het heel erg lame is wat ik nu aan het doen ben, maar kom maar op. Oké, is er eentje nou boos? Is er eentje nou zijn... Jullie hebben allebei geen schild meer. Oké, eentje die gaat nou zijn zwaard gooien. Dekking. Oké. Nog steeds een nadeel tot ik op het moment niet makkelijk gaan hem neerhalen. Dat maakt niet uit, maakt niet uit. We hebben onze armor. Oh, die andere heeft zijn wapen ook al gegooid. Oh, het is er nog maar één. We kunnen dit. Het is er nog maar eentje. On the edge of victory. Did we do it? 3 iron knuckles. Dit kistje is volgens mij ook nieuw. De fairy stamp. Yay. Eigenlijk best wel grappig. Om in de Wii versie. Dan had je inderdaad een feetje in verband met de cursor. Dan had je een feetje vliegen. Hi. You cleared many ordeals. How impressive. Hou je mond. In praise of your courage, I will give you this blessing. Healing? Nee, we krijgen Great Fairy Tears. En nee, dit is niet een extra empty bottle. Dit is gewoon Great Fairy Tears. Zet het toe, en dan krijgen we dat. Drink this and you'll be able to clear any difficulties that you might encounter ahead. If you ever need my assistance again, visit any spring. Many on the surface cry out for one with powers like you. You must go back. Vooruit de maag. Yeah. Nou ja, nou dat we hier toch zijn. Ik vraag mij trouwens af, wat zit hier nou in? De X. Volgens mij is dat toch echt olie? Yep. Dat is echt olie. Goed. Nou, laten we heel eventjes wat feetjes eventjes jatten. Nou ja, eentje. Just in kaas. Ik bedoel... En ik heb het arm nog steeds aan. Dus ondertussen dat ik zo aan het leuteren ben. Leuteren is duur, want leuteren dat heeft nou ik weet niet hoeveel rubies gekost. Oké, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat ik niet de armor had gebruikt en niet die potions had gehaald, had ik dit totaal niet kunnen halen. Hallo, horen jullie niet gewoon mij te healen? Serieus. Heal mij. Je weet wel, swirl om mij heen en... Heal mijn wondjes. Moet ik jullie nou echt zo gaan gebruiken? Ik wil maar één veetje bij me houden. De rest, jammer dan. Nee, we moeten ze echt scoopen voordat ze gaan healen. Oké.
Oké, dan doen we dat toch. Nou, zitten we op de 20 minuten. En zeg ik op mijn beurt... Ja, ik vind dit wel een mooie kut voor... Ik vind dit wel een mooie knip voor de volgende aflevering. Ik bedoel, we hebben een behoorlijke stressvol moment gehad. Dus ik denk dat ik het hier zeker bij ga laten. Dus in de volgende aflevering dan hebben we nog één kleine sidequest die we kunnen gaan doen. Namelijk eventjes bij Tingle langs te gaan. En daarna gaan wij niks anders doen als alleen maar story mode. En zal deze let's play dus toch best wel snel richting het einde gaan. Maar goed, met dat gezegd hebben, dank ik jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje laten weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!